Accelero is een groeiincubator. Het is eigenlijk een jaar waarin je de groei gaat voorbereiden en de visie naar de toekomst gaat uitschrijven onder begeleiding van een groep en individueel. Wij hadden vooral niet de intentie om te groeien in omzet, maar wel te groeien in als bedrijf, in entiteit, in ons DNA, om te zien van oké, welke richting willen we uit. Je denkt altijd de voortraject. Ik ben echt een ondernemer, je denkt de voortraject. Ik ga dat zo doen. Maar als je dan daar dieper op ingaat met collega-ondernemers die zeggen van ja, maar ik heb dat zo gedaan, dat je dan dikwijls moet op de handrem drukken en zeggen van hola, is dat wel de juiste keuze? En dat je meer gaat nadenken over de beslissingen en niet impulsief te werk gaat gaan. Waardoor dan eigenlijk op lange termijn dikwijls betere keuzes kunnen gemaakt worden. Dat is een leerproces natuurlijk, dat we steeds moeten denken en dat we moeten ook gaan meten vooral van oké, zijn de keuzes die we maken ook wel de juiste keuze en zijn die ook rendabel. Als je zo'n een sessie hebt gehad van een halve dag, gaat je onmiddellijk naar huis met een aantal bruikbare tools die je onmiddellijk kunt implementeren in je bedrijven. Quick wins zou ik het noemen. En dat is voor mij wel heel interessant en ook voor de collega-ondernemers om te kiezen voor zo'n Accelero-opleiding.